Hallo en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan wij weer, ik wou zeggen Ark, maar het is Smite. Toch echt Smite. Ik ben Haoyi en omdat hij gewoon OP is. We gaan vandaag Shibalanke spelen. En ik hoop dat het wat uitpakt. Ik heb een testgame gedaan en dat ging echt super goed. Het was tegen Mercury, dus je weet wel hoe dat gaat. Het was wel een Mastery 1 Mercury, dus... Het was niet de beste, maar het is wel tegen Mercury, dus ja. Je kan winnen tegen Mercury, laat ik het zo zeggen. Ik ben Sol, want Sol is irritant. Dus we gaan Shibalanke spelen. En ik heb trouwens weer een paar erbij. Dus ik heb gewoon best wel wat goden en ik blijf ook wat goden steeds ja, blijven masteren, zeg maar. Een hel, hè. Het is wel zo dat ik op afstand kan blijven. Voor haar 3. Dus eigenlijk haar wavekleur. Ze heeft wel een betere wavekleur dan mij, denk ik. De vorige keer ging ik voor Itjeval en dat ga ik nu weer doen. Dus dit en dan dit en dan dit. En dat beviel me prima. Dus ik wil denk ik voor deze gaan. Denk ik. Ja, ik denk het wel. Maar het is best wel handig om dat te kunnen. En ja, dan kan ik haar 3 een beetje vermijden. Zodat ik toch een beetje in leven blijf. Ik denk dat zij bij haar blue is. Oké, daar is ze dus. Oké. Oké, ik zal haar nu laten gaan en ik zal de weven verkleren. En dan, als ik dat heb gedaan, zal ik even de kleine minions doden. Want nu heb ik de kleine minions en dat is een beetje een voorsprong eigenlijk. Ik ga haar gewoon neerpoken tot ze een beetje, ja, hoe kan ik het zeggen, een beetje, ja, geen levens meer heeft. Het is blijkbaar best wel een goede hel. Ik wil eigenlijk niet terug, maar ik heb weinig mana. Maar zij ook, dus dat komt goed uit. Oh, oké. Okay. Dat deed pijn. Oké, okay, ik zal gewoon teruggaan. Het is niet echt een... ja, het is een beetje te riskant om te blijven, zeg maar. Dus ik ga maar gewoon terug en dan... En nu er weer naartoe om haar te doden. Ik vraag me af of ze daar is. Of daar is. Of daar is. Ik weet het niet. Ik denk dat ze terug is gegaan. Maar ik kan ook maar zo fout zitten natuurlijk. Ik wil niet te veel mana gebruiken. Oké, ze is niet voor deze. Oké. Oké, we hebben deze. Dat is mooi. Zij heeft haar mana. Heeft ze die? Ja, die heeft ze. Oké.
Oké, dat betekent dus dat. Dat was een beetje jammer. Dat was haar hele combo. Dus ik denk dat ze voor Warlocks gaat. Mijn beeldscherm viel daaruit. Oké, mijn scherm valt soms even uit. Dat heb ik wel vaker gehad. Dan valt die gewoon heel even uit en dan gaat hij weer aan. En dan is het best irritant. Ik weet niet of jullie het hebben gemerkt, maar ik hoop het niet. Oké. Oké, ik zal haar maar niet mee bemoeien. Ik denk dat ik kans heb in de late game. Dat hebben alle hunters eigenlijk wel. Maar vooral tegen Hell. Hell is gewoon best wel. Heeft de begin damage, zeg maar. Ze heeft best wel damage op het einde. Ze heeft geen escape, ik wel. Ik kan haar nu een beetje neerpakken. Ik heb lifesteal nodig. Ik denk dat ik voor Beatstick ga. Voor haar healing. Ik kan ook voor. Ja, een magical defense item gaan. Maar ik weet niet of ik dat wil, zeg maar. Ik denk dat ik Bulwark wil. Het is eigenlijk niet echt. Het is eigenlijk niet echt nuttig om. Om haar neer te poken, want ze hield het toch wel weer op. Ik ga nu in ieder geval wel terug en ik denk dat ik voor deze wil. Dus ik koop even dit en dan gaan we weer. Dat heb ik het vorige potje ook gedaan met Mercury. En het beviel me goed. Je doet veel damage en ja. In ieder geval denk ik dat ik die later verkoop. Voor een ander item. Ja, dus dat gebeurt. Hoop ik. Deze hier moet ik even mee oppassen. Want als die er is, dan ja. Dan moet ik hem wel hebben. Oké, waar ga je naartoe? Je gaat omlopen, of niet? Oké. Ik weet niet waarom ze de minions hield, maar het heeft niet echt veel zin. Oké. Wacht. Ik ga weer gewoon even voor de kleine minions. Zodat ik die wel heb. En ik vind het een beetje te riskant om die te ook te gaan doen. Ja, want daar was ze al. Ik wist het. Ja, ik kan haar niet stoppen. Dus ik moet haar laten gaan. Ik heb ook geen mana meer, dus. Dus ik laat haar gaan en ik wacht wel even tot dit er is. De weef is pas hier zo bij mijn muis en dat duurt nog wel even. Dus ik heb deze nu. Soms zien jullie trouwens mijn muis niet. Dus als het goed is zien jullie hem nu misschien wel of niet om de stip heen draaien. Maar in ieder geval. Oké. Het is een beetje lastig dit. Want ik moet tot late game zien te komen. De late game. Oké.
Ik denk dat ze hier naartoe komt. Oké, is ze daar nog? Nee. Ik ga gewoon lekker stacken en dan kijken of ze het al klaar is. Kut. Ik ga wel gewoon terug en dan koop ik bulwark. Bulwark heb ik wel nodig. Bulwark geeft me heel veel protectie. Als ik laag health ben, volgens mij bij 35%, dan krijg ik een soort van schild om me heen. En dat is echt onwijs chill. Dat is ook onwijs sterk ook gewoon. Ik vind het wel een van de beste defense items die er zijn. Hier is er nog eentje, dat is een van de nieuwe. Ze doet veel damage. Kut. Fuck. Ja. Dit wordt nog lastig. Ze speelt hel best wel goed. Ik heb meer damage nodig en meer defense. Defense komt er nu aan. En ik moet maar even zien te kijken. Want ze heeft best wel veel defense eigenlijk al. Nu al. Ze is best wel tanky. Want ze heeft nu Warlocks, ze heeft dit en ja, dat is best wel. Dus ik kan haar niet zo nu vechten. Dat moet ik echt zien te komen in de late game. Oké, wat wil ik voor dit? Ik denk dat ik, want zij heeft sprint en weakening curse. Dus ik denk dat ik voor sprint ga, zodat ik uit die weakening curse kan. Dus dat wil ik hebben. Doet veel damage. Als ik mijn buur kan kopen, ik denk dat ze hier vandaan komt. Ja, ik wist het. Jij bitch. Oké, ik kan boer kopen, dus dat ga ik doen. En zo lang ga ik door tot en met late game. Het is een beetje een zijpotje nu, maar het komt wel goed in de straks. Gewoon straks. Straks komt het dus wel goed. Oeh, oh, hallo. Ah. Is ermee opgehouden, denk ik. Oké, wacht. Oké, shoot that. Oké, snel weer terug. En kut. Bitch. Kijk dan hoeveel ze hield ook. Oké. Ik had eigenlijk niet mijn health potion hoeven in
Ik heb lifesteal. Nog niet echt de beste, maar dat komt nog wel. Als ik dat maar gewoon blijf vermijden, zeg maar. Hoe duur is Dallas? Ik kan ook voor dit dingetje gaan. Oh, jezus, dat doet zoveel damage. Wat heeft ze? Ze heeft niet eens power. Dat is echt niet normaal hoor. High risk, please. Hop. 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 Ik ben een master in juke, bitch. Ik wacht even tot die 2050. Want dan kan ik titans. Dan kan ik de tietjes kopen. De titans be. Oké. Ik denk dat het voor dit ding is. Maar dat boeit me op het moment niet zo heel veel. Ze krijgt er een strengende regen door, maar ja, de tower is disabled. Ik kan me niet meer erachter schuilen. Het is eigenlijk best wel kut nu ik erover nadenk. Maar is ze ervoor gegaan? Ja! Kut. Oh nee. Oké, daar komt ze. Huh? Waar ben je? Ze doet geen tower damage als de minions er niet zijn, dus. Jezus, ze gaat weer voor een defense item. Wat is er met haar? Ik denk dat ik echt. Oh. Oké, wat is mijn laatste item? Misschien een deathbringer. En ik kan Itcherval altijd verkopen. Wat ik al zei, ze doet geen damage als er geen minions zijn. Maar wel als er wel minions zijn. Ik heb wel Fatalis nodig, denk ik. Your middle tower has been destroyed. Your middle phoenix is under attack. Okay. Save mijn blue buff. Ik kan. Nee, ik wacht nog even met dat verkopen. Ik kan dan toch niks kopen en dan. Ja, daar heb ik er ook nog niet zoveel aan. Dus ik moet nu gewoon ontzettend goed mijn Phoenix beschermen. Het gaat moeilijk worden, ik weet het. Want ze is onwijs, onwijs, maar dan ook echt onwijs tanky. Ik doe ook 112 per hit, maar dat maakt niet uit. Dat was de verkeerde. Ik zal de meeste damage van haar, ja, zeg maar. Oké, deze ver. Jij vieze vuile. Je doet geen damage. Dan moet je echt een Sharp. Zebrot. Sharp Rod of the Hoodie. Rod of Dead Booty. Oh, een crit. Oh, nu ben je bang. Ben je niet bang? Moet je doen, hè?
weet het niet. Ik ben dood. Ah. Oké. Zij is al level 19. Ik levels, level. Hoe heet dat? Hoe heet dat getal? 17. Dat was het getal. En ja, tot nu toe gaat het best wel goed met de Phoenix. Ik heb alleen nog maar vertellers nodig en. Ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe dit zou af kunnen lopen, maar ik denk wel goed. Als ik nou echt goed ga spelen. Ik denk dat ze voor fire zijn. Ja. Kut, ik moet wel land de order. Kut. Kut. Ik moet de basic attacks, die moet ik wel landen. Die moeten wel aankomen bij haar, dus ik moet er wel voor zorgen dat ze. Ik had best wel een kans kunnen hebben. Maar omdat ik zo stom ben om alles te missen. En omdat zij dan zo snel is met haar 3. Ja, dat werkt niet. Maar ik denk dat ze hem heeft. Of deed ze het niet. Jawel. Oh god. Ze heeft de fine rune, echt waar. You the motherfucker. Oh ja, wacht, ik zou beatstick kopen. Helemaal vergeten. Oké, wacht. Ik verkoop dit. En ga voor beatstick. Oké, verkoop dit. Beatstick. Jezus. Help. Dat is niet leuk. Okay, beatstick. And let's go. Kut. Dit is niet leuk. Ik wil niet verliezen.
Bitch. Gaat dood. Kut ding. Shit. Oh shit. Jij vieze vuil. Oké, snel terug. Dit is kut. Ik had er bijna. Ik vind het gewoon raar. Ik weet niet, ik heb B-stick. Het helpt op mijn 1. Dus als ik haar raak met mijn 1. Dus gewoon een auto-attack met mijn 1. Dan is ze B-stick. Dus ik weet niet waar het dan aan ligt. Maar ze blijft echt als een tierenleer healen. Dat vind ik niet leuk. Vieze vuilen. En ook nog wegsprint ook, hè. Even vieze vuilen. Fuck. Oh. Dit is gewoon niet leuk. Waarom moet het nou weer zo'n hel zijn die dan dat doet? Dat is toch voor niemand leuk? Een hel die gewoon full tank gaat en ook nog eens me uitlacht en... Dat is raar, weet je? Dat is toch gewoon... Oké, onthoud zijn naam, hè. Kikat. Gigatwist of zoiets. Gigatwist. Of Kijkatwist. Ik weet ik veel. Maar in ieder geval, als je genoten hebt van deze video. Ik weet niet waarom. Maar, ik hoop het wel. Loopt de game vast? Ik hoop het niet. Nee, dat deed hij niet. Mooi hoor. Nou, GG. Maar ze is er niet eens. Oh jawel. Oké. In ieder geval.
Als jullie hebben genoten van deze video, laat dan een reactie achter. En ja. Zo te zien. Hier zo staat het. Ik heb 85 punten in Silver 5. Ik ben bezig om naar Grandmasters te gaan. Maar ja, het is niet zo'n hele goede. Dus. Het wordt moeilijk, zeg maar. Vooral voor YouTube, want ik moet ook nog andere goden spelen. En dat is lastig. Want ik wil jullie wel even laten zien welke goden ik nu heb. Dit zijn de goden. Ik speel vooral Mercury. Dat is gewoon een OP god. En die, ja, waar ik mee makkelijk kan winnen. Als jullie willen, kan ik voor jullie wel meer Mercury laten zien. Of meer Kronos. Want hij is echt super OP. En ja. Als jullie hebben genoten van deze video, laat dan een reactie achter. Like en abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Doei!